zitten we dan? Super gezellig. Jullie komen zo. Hef, hoe is het nou met je? Lekker, man, Pik. Hoe drink jij je thee het liefst? Dat vraag jij mij toch? Ja. Gewoon met een theezakje en 2 suiker. Ja, nou... Vroeger deed ik echt met 10 suiker, man. Ken je dat? 10 suiker? Ja, man. In 1 thee? Ja, man. Weet je, we doen het gewoon. Maar je hebt ook die dure suiker. Maar je hebt nog geen theezak erin. Moet je eerst de theezak erin doen? Ja, maar eerst 10 suiker, toch? Ja, ik ga altijd voor de standaard. Ik ga voor de dure thee, joh. Dat is chai. Dat is chai. Ik weet niet of die heel duur is, maar... Het klinkt duur. Het klinkt duur. Op gezelligheid. Ja, Jaxel, joh, dat ziet er echt raar uit. Tering. Chai thee. En? Ja, mijn glazuur laat gewoon los. Welkom bij Lekker Bakkie, de serie waarin we lekker thee drinken en vragen van kijkers beantwoorden. Oké. Okay. Dus laten we beginnen. Jensie vraagt, heb je ooit iets illegaal gedaan? Nou, Jensie, ja. Ik denk dat wij allemaal wel eens wat illegaals doen. Ik heb vroeger heel veel knikkers gejat. Ja. Dat heb ik gedaan. Dat is illegaal. Nou, het is ook niet echt legaal. Knikkers. Maar van wie ging je die stelen dan? Ja, gewoon echt van iedereen. Van iedereen. Als een soort raaf. Ik was een soort raaf in dat klaslokaal. Dan gingen ze allemaal zwemmen, de sukkels. Ja. En dan bleef ik in mijn eentje achter en dan ging ik gewoon al die kastjes. En toen daarna kwamen ze terug en zeiden ze, hé, onze knikkers zijn weg. En met wie ging je dan spelen? Nou, ik ging toen heel hard naar huis fietsen. Maar ja, iedereen dacht al, dat is natuurlijk Bram, want die was als enige achtergebleven. Ja. Dus en ineens is alles weg. Heb jij wel eens illegale dingen gedaan? Ik heb... ook wel eens illegale dingen gedaan, jammer genoeg. Maar dat was allemaal om te eten. Ja. Ja, nood breekt wet. Precies. Toch? Ja. Als je dan eventjes een pakje gevulde koeken steelt, dan is het misschien minder erg of zo. Ja. Of pak je stroopwafels. Nee, dus, maar als je dit dan naast elkaar legt, weet je, jij gevulde koeken, ik wel echt knikkers. Dus lekker, lekker jatten als je... Nee, dat mag ik ook weer... Ik vind het moeilijk, maar... Nee, gewoon lekker jatten. Als je niet hebt, moet je gewoon lekker jatten. Klaar. Toch? Je moet toch wat doen? Ja. Want al die gasten zijn verzekerd, man. Ja. Toch? Inderdaad. En die voorraad moet toch een keer op. Toch? Anders gaat het toch allemaal naar de 35% korting, dat is zonde. Precies. Weggooien is zonde. Toch? Dus waarom weggooien als je het ook kan? Jatten. Ja, jat het. Ja. Jat wat je kan jatten en eet. Precies. Wat is de belangrijkste les die jullie in je leven hebben geleerd? Dat vind ik wel een hele mooie. Als je iets echt wil, dan moet je daarvoor gaan. Mijn belangrijkste les in life is dat je alles kan doen wat je wilt. En dat je dat 9 van de 10 keer alle goede dingen in life zijn, maar buiten je comfortzone gebeuren. Ja. En more money, more problems. More bitches. Ook. Yeah. Ja. Nee, maar dat is echt zo. Eerst zag ik nooit iemand me staan en nu ineens allemaal in mijn DM sliden. Nou, ik weet wel hoe de vork in de steel zit. Heb jij nog veel dames die in je DM sliden? Valt wel mee. Ja? Valt wel mee. Ja, die oma's die zitten niet zoveel op. Nee? Nee. Oh, oké. Okay. Ik hou wel van een gilfie op z'n tijd. Ja. Ja. Ik ook. Toch? Ja. Niks mis mee. Vraag 3. Wat was vroeger je favoriete programma? Turtles? De Ninja Turtles. De Ninja Turtles. Ja. Vond ik echt heel tof. Shin-Chan, ken je dat nog? Ja, tuurlijk, man. Dat vond ik ook vet. Ja, Shin-Chan. Ja, en Totally Spies. Totally Spies. Ja. Dips op Clover. En die shit waar Drake in speelde. Dat keek ik ook altijd. Samson. Die Grassy. En nu? Wat is je favoriete programma nu? Nu kijk ik gewoon heel veel Pornhub. Yes. X-video's. Ja, daar ben ik heel veel hebben Pornhub. Ik doe ook altijd X-video's. Ja, toch? Ja. Ik vind het fijner, man. Ja, en dan dus altijd... De layout is... Amateur. Ja, gewoon. Gewoon... Stay to the point. Real. Juist. Toch? Ja. En... Hele kramen. Pof. Hoppa. En vroeger moest je dat met LimeWire downloaden. Nou, dat was een gezeik. Dan kreeg je... Alleen maar kinderporno erbij en zo. En je was hartstikke illegaal en allemaal virussen en weet ik wat allemaal. Oh ja, dat is het shit, ja. Man. Dan moest je ook nog van stoppen in mapjes. Ook? Was mijn één computer thuis. Ja. Weet je die? Ja, dat ken ik nog wel. Links, rechts. Ja. Volgende vraag. Roderick, met een H. Ja.
Shout-out naar jou, man. Debiel. Op welke leeftijd had je voor het eerst gezoend? Oeh, ik was er laat bij. Nee, ik was rond een jaar of 17. En ik heb ook wel eens inderdaad dan gehad zo'n zoen dat echt kut was. En dan knap je inderdaad gewoon meteen af. Weet je waar ook zeg maar echt een soort plek is waar je je eerste zoen doet? Nou. Waar ik ook niet mijn eerste zoen, maar wel ook een van mijn eerste zoenen was kamp, man. Groep 8. Kamp? Ja. Hebben jullie dat niet? Jawel, jawel. Kamp, dat je met groep 8 naar kamp gaat en dat je eigenlijk al weet... Zeg maar, rond groep 7 word je al voorbereid of van kamp, groep 8. Daar wordt gezoend, daar wordt... Ja. Eerste keer gevingerd, eerste keer dit, eerste keer dat. En... Maar hoe kan het bij mij dan pas toen ik 17... Bij jou gebeurt het al op kamp? Ja, groep 8, man. Dat was al die spot bij ons, man. Ja, man. Poeh. Volgende vraag. Hoe vaak heb je iets gebroken? Door, ingestuurd door? Emmeren. Nee. Nou, ik heb ooit iets gekneusd. En toen ging ik naar het Gooi Noord ziekenhuis in Hilversum. Beter bekend als Gooi Moord. Ja. Want iedereen die met een gebroken arm gaat daar gewoon dood. Leuk. Ja, nee, het is echt zo. Echt een kut ziekenhuis. Als je daar ooit komt te liggen, ren weg. Je moet daar niet zijn. Ga naar het AMC, UMC, universitaire ziekenhuizen. Medische, ja. Dan moet je er niet Gooi Moord. Volgende vraag. Kentaro. Dat klinkt een beetje een Dragon Ball Z. Dragon Ball Z-achtig, hè? Ja. Kentaro. Zou je ooit meedoen met Expeditie Robinson? Als we samen gaan, zullen we samen? Als we ik denk alleen als we samen gaan, want dan hou ik het wel voor. Maar stel ze vragen je nu. En ik zou op zich die test wel willen doen. Maar weet je, dan zit je daar met je kut op dat eiland, 45 graden, proeven te doen met een of andere weerman van RTL die je nog nooit hebt gezien. Ja, dat is wel, ja. Met honger. Ja, maar dat is toch de struggle erin? Ja, maar dat ga ik gewoon niet doen. Dus bij deze, klop ook niet bij me aan. Zullen we meedoen met Temptation Island als de verleiders? Ja. Huh? Ja, let's go. Ja, toch? Ja. Dat lijkt me wel hard, man. Maar ik denk oprecht wel dat wij ook wel die relaties goed kunnen ontwrichten. Ja, ik ook. Met al mijn vingerspecialiteiten. Ja, je vingervlugheid, alles. Snap je? Ja. Ja, er zit inmiddels eelt op na al die jaren, denk ik. Kijk, ik heb zelfs blessures, man. Moet je kijken. Oh, ja. Ja, ik denk dat we zouden het wel goed doen, of niet? Ja. Met z'n tweeën gewoon. Dat denk ik ook. Dus daarvoor mogen jullie ons wel bellen. Ja, mailen, appen. Maar we gaan niet met honger op een tropisch eiland. Nee. Oké, dit vind ik leuk, man. Ik heb af en toe struggles, net voor het slapen, dat ik niet weet of ik een goede paga moet slaan of lekker moet gaan slapen. Wat denk jij, Marcel? Marcel, ik denk dat het beste is, zeg maar, het is ook een soort van slogan van mij. Wat ik zeg altijd. Lekker naar huis, aftrekken en slapen. Ik denk dat slapen en aftrekken, zeg maar, een soort van één woord is. Ja. Marcel, ik heb af en toe denk van, zal ik één keer of twee keer aftrekken? Want het ligt er maar net aan hoe snel je in slaap valt. Ja, maar Marcel, dit is toch eigenlijk ook helemaal geen vraag, dit is gewoon doen. Ja. Weet je, als het kan, moet je het doen. Je moet het doen, kijk, het is zo. Je moet sowieso aftrekken voordat je gaat slapen. En als je geluk hebt, als je echt geluk hebt, dan blijf je nog wakker voor de tweede keer aftrekken. Ja, want dan kom je in een soort zevende hemel. Precies. En anders is het naast de eerste keer is het gewoon slapen en heb je maar, ja. Nou, dit was hem alweer voor deze week. Hef, heel erg bedankt. Ja, jij bedankt, man. Ik vond het super. Ik vond het ook echt gezellig. Ja. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met weer een nieuwe gast met heel veel nieuwe vragen. Tenminste, als jullie die blijven insturen via lekker_bakkie@hotmail.com. Of naar de volgende postbus. Naar de? Postbus. Kan je ook even zo doen? Yes. Dus ga, stuur dingen in. Tot volgende week. Top. Joejoe, doeg. Hoi. Hoi. Hoi.